Een bezichtiging is voor veel mensen een moeilijk punt, want dat is, ze komen in contact met de verkopende partij, of dan in dit geval met de makelaar. Dus zijn ze al een beetje zenuwachtig. We proberen ze even gerust te stellen van het is een beetje spannend, maar we gaan gewoon het huis bekijken. We doen het in twee rondes. Ik leid de mensen één keer rond. Ze krijgen allemaal het huis te zien, alle ins en outs te horen. Maar er komt heel veel informatie op ze af. Dus we laten ze ook nog even na de bezichtiging met de makelaar vrij rondkijken zonder de makelaar. Dus dan, we beginnen beneden, we eindigen boven in het huis. Zo gaat het meestal. En daar laat ik de mensen vrij om in eigen tempo nog een keer door het huis heen te wandelen. En inmiddels weten ze dan al heel veel van ons. Maar daar kunnen ze de ruimtes bekijken die ze zelf het meest interessant vinden. En misschien ook nog, als ze weer beneden zijn bij de makelaar, de vragen stellen die nog gesteld moeten worden. En alles krijgen ze natuurlijk in een brochure. Ook nog weer mee naar huis, zodat ze thuis rustig door kunnen lezen alles wat hun verteld is. Dat is eigenlijk de bezichtiging van een huis. Dan maken we een afspraak. Dan komen beide makelaars bij u langs. Dan gaan ze de woning samen bekijken en ze maken allebei aantekeningen. Met die aantekeningen gaan ze hier apart van elkaar op kantoor aan het rekenen. En dan komen ze tot een conclusie. En dan hebben ze dus een vraagprijs en de getaxeerde waarde bepaald. Hier doet één van de twee telefonisch verslag van. Voor die opname rekenen wij opnamekosten. Maar het is wel zo, mocht u ons gelijk de opdracht gunnen, dan blijft het achterwege. Denkt u, nou, met deze waarde blijven toch nog even zitten en misschien komt in de toekomst bij ons terug, dan blijft het zo dat die opnamekosten in mindering gebracht wordt op de verkoopnota. Nou, u heeft dan de waarde doorgekregen en dan is het aan u of u ons de opdracht gunt. Mocht het zo zijn, dan gaan wij de papieren in orde maken. Dat betekent dat u een opdrachtformulier van ons toegestuurd krijgt, vragenlijst en lijst van zaken. Ondertussen tijd gaan de makelaars hier aan het werk en wij hier als binnendienst ook. We geven de fotoopdracht en dan wordt een fotoafspraak gemaakt. Als we alles weer binnen hebben, dan kunnen we in principe van start gaan en dan zetten we uw woning in de verkoop. Nee, een makelaar is niet verplicht, maar wel aan te raden. Daarmee moet je bedenken dat ik natuurlijk wel makelaar ben, dus ik zal dat antwoord altijd geven waarschijnlijk. Maar bedenk je een paar dingen als je het zelf doet. Je hebt rechtstreeks contact met je eventuele koper van het huis. En je hebt verschillende belangen. Dus dat kan wat wrijving veroorzaken. En het kan ook zijn dat een kijker van je huis juist heel erg enthousiast gaat reageren. Zegt, wat woont u hier mooi. Terwijl hij dat niet echt meent, maar denkt, nou dan houden we de sfeer goed. En je wilt eigenlijk weten wat hij echt van het huis vindt. Bij een makelaar vertelt de kijker zijn eerlijke mening. En die is ook wel eens hard, maar wel eerlijk. En dan weet je waar je aan toe bent. En de makelaar die kan dan ook zijn weerwoord geven en verdedigen waarom die prijs of dat huis wel dat waard is. En waarom het een goede keuze zou kunnen zijn. Dus een makelaar verdient zich daar terug. En je huis komt natuurlijk veel mooier en professioneler op funda. Betere foto's, betere teksten. Dus wij raden altijd aan om het via makelaar te doen, maar verplicht is het niet. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je een huis zoekt wat in jouw straatje past, dus wat geschikt is voor jou, wat op een plek staat wat je leuk vindt. Dus dat er een klik is met de woning. Vervolgens is het belangrijk om te kijken van hoe is de bouwkundige staat. Zijn er gebreken aan de woning? Zijn er juridische bepaalde kenmerken waar je op moet letten? Zijn er erfdienstbaarheden? Moet iemand over jouw erf of moet jij alleen over het erf van iemand anders om bij je huis te komen? Dan is het belangrijk om te kijken van ja, is de vraagprijs die op deze woning staat, is die reëel? Het handigste daarvoor is eigenlijk om een aankoopmakelaar in te schakelen. Die bepaalt voor jou, of die neemt jou eigenlijk heel veel werk uit handen. Die kijkt naar de juridische staat, die kijkt naar de bouwkundige staat, schakelt eventueel extra nog een bouwkundige in. Weet meer over de waarde dan dat je zelf weet, hè, omdat een aankoopmakelaar toch bekend is in de regio. Meer woningen heeft verkocht of aangekocht, waardoor hij beter een prijs kan bepalen. Maar ja, het allerbelangrijkste blijft natuurlijk van, staat de plekje aan en staat de woning aan? Ja, het gevoel van een mens is heel belangrijk. Dus je moet je thuis voelen bij de makelaar die je uitnodigt. Dus je nodigt er
misschien 2 of 3 uit voor een gesprek. Of je komt bij de makelaar langs. En bedenk dan, zoals hij met jou omgaat, gaat hij waarschijnlijk ook om met zijn kijkers en zoekers van huizen. Dus als het goed klikt en goed voelt, dat is al punt 1. Maar het gevoel moet wel bevestigd worden met cijfers, vind ik altijd. Dus je moet wel even kijken. Op internet tegenwoordig kun je zoeken van hoe presteert de makelaar. En dat is met referenties zijn te vinden via Funda, beoordelingen. Dan krijgen de makelaars cijfers. Maar dan kun je ook zien hoeveel huizen hebben ze te koop. En hoeveel huizen hebben ze verkocht de laatste 12 maanden. Dus hoe presteert jouw makelaar. Dus het gevoel en de cijfers samen moeten tot een keuze leiden. We maken een afspraak om uw woning te bekijken. Aan de hand daarvan wordt een waardeverklaring gemaakt. Eventueel zou het mooi zijn dat er bouwtekeningen aanwezig zijn. Zijn er geen bouwtekeningen aanwezig, dan wordt de woning of alle ruimte opgemeten. Natuurlijk worden er ook foto's gemaakt. Aan de hand daarvan wordt er dus een taxatiebod gemaakt en die kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken. Soms is een stimulans nodig. Dat kun je stimuleren als verkoper door actie te voeren met je eigen woning. Je kunt je eigen huis vrij op naam aanbieden. Dat betekent dat je de koper aanbiedt om de kosten koper voor je eigen rekening te nemen. Daar wordt het kopen dus aantrekkelijker van. Eigenlijk is het een soort korting. Je kunt try before you buy, dat is het proefwonen aanbieden. Dan kan de koper al proefwonen in je huis en kijken of het bevalt en dan definitief tot aankoop overgaan. Dat zijn een paar producten, maar je kunt bijvoorbeeld ook aanbieden van ik wil wel een woning inruilen. Dus woningruil met eventuele toebetaling door de een of door de andere partij. Waardoor het voor de koper gemakkelijker wordt om te gaan kopen. Want dan heeft hij zekerheid over de verkoop van zijn eigen huis. Want daar zitten heel veel mensen mee die willen eerst hun eigen huis verkopen voordat ze iets anders kopen. Die angst die kun je ook nog wegnemen op een andere manier. Dat is door je huis te verkopen onder voorbehoud dat de koper zijn huis kwijtraakt. Dat noemen wij de 48 uur of de no-risk clausule. Dat is een beetje een ingewikkelde clausule, maar daar zijn wij dan voor als makelaars om dat aan partijen uit te leggen. Maar dan kun je als koper zonder risico een huis kopen en pas definitief maken als je eigen huis verkocht is. Zo zijn er nog meer producten, ook overbruggingsgarantie is een mogelijkheid. Dan betaal je als verkoper een deel van de kosten van je koper in de maandlasten. Daar kom je overeen in de koopsom, een gedeelte van die koopsom is daarvoor bedoeld. Ook een ingewikkeld product, maar het bestaat en wij kunnen dat uitleggen en de mensen daarop attenderen. Dan kun je de verkoop stimuleren.